Witte wolf getemd. Holy shit! Wat ziek! Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video weer Far Cry Primal. Ik heb het al een tijdje weer niet gespeeld, want de laatste twee afleveringen die je van mij hebt gezien had ik op één dag opgenomen, was je misschien wel opgevallen. Doordat ik precies hetzelfde kapsel had, precies hetzelfde shirt aan en noem het allemaal op. Die had ik gewoon achter elkaar opgenomen. Dus ja, het is alweer een tijdje geleden. Ik weet nog dat we in de vorige episode het visioen hadden gedaan, waardoor we nu beesten kunnen temmen, als het goed is. En en dat ik de winactie heb verteld, namelijk hoe je er een van die vette Far Cry Primal shirts kan winnen. Mocht je het nou niet gezien hebben, mocht je het nou gewoon op een of andere manier gemist hebben, ik zal het nu nog even één keer uitleggen. Als je kans wil maken op het Far Cry Primal shirt, let dan nu even goed op. Aan het eind van alle afleveringen, want misschien heb je ook al gehoord, alle afleveringen komen op mijn kanaal. Dan aan het einde komt er een quiz. En die quiz die gaat letterlijk over elke aflevering op mijn kanaal. Dus alles wat je daarin hebt gezien, daar kunnen vragen over gesteld worden. Meer keusvragen. Uiteindelijk komt het er dus zeg maar op neer. Wie de meeste vragen goed heeft, die wint het shirt. Hebben er meerdere mensen dezelfde vragen, hetzelfde aantal vragen goed, dan wordt het tussen die mensen geloot. Nou, heel duidelijk. Dat lijkt me duidelijk. En dan gaan we nu gewoon lekker in de video. We gaan verder met Far Cry Primal. Zoals je ziet ben ik echt nog bij het begin. 3,68%. Dus ik heb nog heel lekker lang te gaan. En dat vind ik alleen maar mooi. En we gaan op doorgaan klikken. Huppakee, en dan gaan we gelijk laden. En dan zien we gelijk wat we allemaal hebben gedaan. Dus ik zal wel even stil zijn. Yep, die fucking sabel van tijger of zo. Die chick, daarvoor bladeren moeten zoeken. Oh, en dat was het. Nou, ik heb wel meer gedaan dan dat. Ik heb ook een visioen en ik heb nog dorpelingen bevrijd en weet ik veel allemaal wat. Maar ik denk dus dat het blijkbaar een soort van standaard filmpje is, wat je elke keer te zien krijgt. Vorige keer dacht ik dus dat dat gewoon een filmpje is. Waardoor je ziet van, dat heb ik vorige keer gedaan. Oh ja, dat heb ik vorige keer gedaan. Dus dat het verhaal steeds langer wordt. Maar dat blijkt dus denk ik niet zo te zijn. En dat zou jammer zijn als dat niet zo is. Want ik had het juist wel echt fucking vet gevonden. Dat je elke keer even ziet van, dat had ik gedaan. Oh ja, dat, weet je wel. Kleine soort van samenvatting. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik geen idee heb waar ik nu ben gespand. En dat ik dus ook echt even geen idee heb wat ik hier allemaal dan heb gedaan en zo. Ik weet wel nog alle controls. Ja, dit is een boog en noem het allemaal maar op. Ja, dat weet ik allemaal nog wel. En via back. Ja, via dit knopje zeg maar. Daarmee kan ik dan dingen maken. Oh ja, ik had een ingewende zak gemaakt. Laatste keer dat ik gestopt was. Oké. En ik kon nog een vaardigheid leren. Maar deze vaardigheden waren allemaal niet zo heel erg interessant. Zoiets was het. Planten worden meer ik weet niet. Ik weet niet wat ik daar nou aan heb. Ik denk dat ik beter mijn ervaringspunten gewoon kan sparen. Jagersoog, dat is deze. Huppakee. Laten we maar gewoon eventjes gaan jagen. En dan gaan we zo meteen een objective doen. Want ik denk dat het handig is als ik weer even wat grondstoffen ga verzamelen. Leisteen, huppakee. Wat is dit spel toch mooi gemaakt, hè, dames en heren. Het is echt niet normaal. Sorry trouwens voor als je afgelopen video's... afgelopen Primal video's trouwens. Want de rest had ik dat niet. Maar in Primal weet ik nog dat ik niet zulke hele goede kwaliteit video had. En dat kwam omdat... Ontgrendel grijpklauw. Oké. Dan kan je dus gewoon naar beneden. Maar in de vorige... Huppakee. Let's go, motherfucker. Vieze Venja. Hè, stinkert. Hupsakee, geef alles maar aan mij. Hups, hij is dood. Oké, ik word de hele tijd onderbroken in wat ik wil zeggen. Maar in vorige Far Cry Primal video's, daar was de kwaliteit niet optimaal. En dat kwam dus omdat mijn bestanden stonden nog op mijn oude computer. En die moesten overgezet worden naar mijn nieuwe computer. Maar die bestanden waren te groot. Dus toen heb ik ze gecomprimeerd naar een kleiner bestand. En daardoor werd de kwaliteit slechter. Ja, dat was dus best wel kut. Maar ja, nu is de kwaliteit als het goed is echt fucking nice. Omdat die op 1080p wordt opgenomen en weet ik veel allemaal. En daar lopen allemaal Venja gasten.
Het wemelt hiervan van Wenya, gasten. Shit, 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 dat was mis. Wow, G. Boom, 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 boom. Alright, alright, alright. Ik moet snel eten. Gast, hoeveel Wenya's komen er wel niet? Kut, 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 kut. Ook nog zwijnen, ook nog zwijnen. Wow, 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 wow. Holy shit. Holy shit. Oké, dat werd in één keer heel erg druk. Ik dacht ik kill die Wenya's gewoon eventjes. En toen in één keer, toen bleek het dus dat het gewoon echt 4 Wenya's waren of zo. What the fuck, hé. Maar goed, ze zijn dood. Laten we de volgende objective doen, want anders schieten we nooit op natuurlijk. Waar is mijn map? Hier is mijn map. Oké. Hier. Een gewone geit. Oké, is een jacht. Ja. Vind het wolvenhol. En tem de witte wolf. Zodat hij aan jouw zijde meevecht. Dat klinkt zo vet. Dat gaan we doen. Alright. Hoe moet ik daar komen? Oké, ik moet daar naar beneden. Oké, let's go. Dan gaan we daar gewoon naartoe. En hopelijk komen we onderweg dan gewoon nog wat grondstoffen tegen. Misschien nog wat beesten die we kunnen killen. Ja, daar is een mammoet. Maar ja, een mammoet is natuurlijk wel een heel, heel groot beest. Ik zie wel een beetje weer te veel van het groeien. Alsjeblieft, val me niet aan. Alsjeblieft, val me niet aan. Ik doe je niks. Ik doe je niks. Jullie doe ik ook niks. Oh, fuck. Wenya's. Ik had ze niet eens gezien, joh. Waar is die Wenya dan? Nu gaat hij dood ook. Hij heeft een wolf gekild, in ieder geval deze Wenya. Maar waar is die naartoe? Ah, dat kan ik gewoon op mijn minimap zien. Oké, dat is één. En die heb ik ook gelijk geheadshot. Huppakee, nog een headshot. Huppakee, nog een headshot. Vel annuleren. Huppakee. Boom, nog een headshot. Oké, ik heb ze echt zo hard aangepakt. Ik heb ze allemaal een headshot gegeven. Hupsakee. Dit dorp moet gewoon weer van ons worden. Geen Wenya broeders, want dat zijn blijkbaar onze vijanden. Opgerot. Huppakee, zo. Allemaal kapot gemaakt. Oké, dat klonk niet goed. Dat klonk als een beer of zo. En daar loopt ook echt een beer. Ik ben weg hier. Ik wil wel nog even dit hout hebben, als dat mag. En dan kan u nu doorgaan. Dank u wel. Oké. What the fuck hoor ik allemaal? Oh. Holy shit, ik ben weg hier. Dat is een slang! No fucking way, daar ga ik me niet door laten bijten. Want dan weet ik wel weer, dan heb ik weer antigif nodig of zo. Weet je wel, zo gaat het meestal niet spellen. En dan duurt dat weer fucking lang voordat je dat hebt. En weet ik van, man, dat gaan we niet aan beginnen. Kunnen jullie niet gewoon even naar beneden springen of zo? Dat we dan gewoon makkelijk daar naartoe kunnen? Of hoe werkt dit? Ja toch, dat kan wel vies, hè? Ja, joh. Gaan we even genezen. Hupsakee. Zo. En dan is hier, als het goed is, hetgene wat ik moet doen. Vind de leider van de wolven en tem het beest, zodat hij je kan helpen. Udam jaagt op wolven. Ik moet ze stoppen. Druk op pijltje. Oké, de L. Druk op pijltje omhoog om de L te roepen. Je L kan vijanden markeren vanuit de lucht. Daarnaast kun je je jagersoog activeren door rechte stick in te houden tijdens het vliegen. Nieuwe L-vaardigheden kun je ontgrendelen in het menu vaardigheden door de hut van de sjamaan te bouwen in je dorp. Oké, dus dat moet ook nog gebeuren. De hut van de sjamaan moet gebouwd worden. Pijltje omhoog. Alright, alright, alright. En nu komt het er dus op neer dat ik wolven moet gaan zoeken.
Okay. Daar, Udam Wantar. Daar, Udam Jagers. Markering. Okay. Nice. Dan ga ik nu stoppen met de L. En dan ga ik daar nu dus gewoon naartoe. En ik begin nu ook een beetje het doel te begrijpen. Of het nut te begrijpen van de L. Want de L die kan dus dingen markeren vanuit de lucht. En vanuit de lucht kun je natuurlijk veel meer zien. Ik neem hier eerst wel even al het hout mee. Blijf ik gewoon doen. Of laat het missiegebied. Oh shit, 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 shit. Dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Ik wil alleen maar even het hout pakken, oké? Ik ga wel sluipen. Ik ga het op de assassin mode doen. Boom, dat was een headshot. Hij ziet me niet, hij ziet me niet, hij ziet me niet. Hij staat achter die berg, maar waar is die andere? Alright, 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 nice. Daar staat er dus nog één. En met hem gaan we gewoon op de vuist. Boom. Huppakee, there you go, bitch. En ze zijn dood. En het wordt nacht, fuck. Dus deze gaan we aansteken. We hebben vuur nodig. Door onderzoeken. Bloederige poot afdrukken. Oh, serieus? Nou, ik wil wel nog even alles meenemen. Zo, het is echt fucking snel nacht geworden trouwens. Dat is echt niet normaal. Hier, ik wil hem even doorzoeken. Houten pijl plus 1. Ja, dat soort dingen is allemaal gewoon fucking handig natuurlijk. Oké, we gaan hier verder omhoog. En wat vinden we dan? Niet zo heel veel. Oké. Gaan we nog verder omhoog. Zal ik anders gewoon weer mijn L roepen? Ja, ik denk dat het wel handig is. Ja. Gebruik vlees om lokaas te maken. Oh, wacht eens even. Wacht eens even. Lokaas. Lokaas. Maar daar heb ik er 0 van. Nou, ja, dat is wel handig wel natuurlijk. Oké. Jagershoog. Kijk, daar is wat. Hier is allemaal bloed. Bloed, dat gaat hier naartoe. Gaat hier naartoe. Ja, doen we het jagershoog aan. Ja. Het gaat hier naartoe. Oké. En daar is dan in één keer de wolf, denk ik. Of niet? Shit, shit, shit. Ja, zo, ik heb hem gemarkeerd. Nice, ik heb hem gemarkeerd. En nou kunnen we dus gewoon naartoe lopen. Want ik weet nu dus waar ik naartoe moet. Voor hetgene wat we moeten doen deze missie. Dat is die wolf zoeken. Oké. Let's go. Ah, daar lopen ook allemaal wolven. Fuck, 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 fuck. Doe mij gewoon even niets, oké. Walka's Hole. Locatie ontdekt. Oké, dat is nice, dat is nice. Hier moeten we naar binnen. Denk ik. Doorzoeken. Ja, oké. En wat nu? Mijn L weer roepen, denk ik. Kunnen we hier iets? Het spoor gaat hierheen, hierheen, hierheen. Ja, dan stopt het hier ergens. Huh? What the fuck? Oké, nou dan gaan we mijn L weer roepen. Gaan we eens eventjes kijken wat hier nou precies is. Want dit vind ik toch wel een beetje raar. Ik snap het niet echt. What the fuck?
Ja, dat is de geur van de wolf. Ja, dat is duidelijk. Of van de beer bedoel ik. Oké, maar ik denk niet dat dit helemaal de bedoeling is. Ik denk niet dat ik helemaal nu moet vliegen en zo. Ik denk dat ik hier gewoon wat moet doen. Want ik heb nu dit is ontdekt. Ah, wolf. Zo. Was dat de bedoeling of was dat niet de bedoeling? Ik heb geen idee. Wat de fuck moet ik hier doen? Kan ik dat misschien ergens lezen of zo? Verken deze unieke locatie en ontdek het land van Oros. Oh ja, dat is niet de bedoeling. Vind het wolvenhol en tem de witte wolf zodat hij aan jouw zijde meevecht. Oké. Nou, dit is dan het witte wolvenhol. Denk ik. Maar waar is de witte wolf? Snap je? Die witte wolf is er gewoon niet. Ik vind het maar een beetje vaag, dit. Oh. Moet ik daar het lokaas misschien voor hebben? Is dat het? Vuur doven. Hoe pak ik dat lokaas dan? Nee, niet zo. Was dat het lokaas? Ik hoor wel iets komen. Nee, ik gooi nu gewoon stenen. Dat moet ik helemaal niet hebben. Ja, hoe pak ik dat fucking lokaas? Deze is duidelijk spel, kom op. Ik heb echt geen idee hoe ik dat lokaas pak, joh. Want kijk, als ik met ijs switch, dan switch je gewoon tussen wapens. Dus je zou zeggen, nou, op een gegeven moment pakt hij dan wel dat lokaas. Nou, mooi niet dus. Hier kan ik dus switchen. Ja, oké, dat zal. Dat, oké. Maar hoe pak ik dit dan? Het heeft een keer in beeld gestaan, maar... Nou, met X of zo? Met I? Nee, niet met I. Met B buk je. Met A spring je. LB. Ja, ik zou serieus alleen LB kunnen denken. Maar. Er ligt daar een geldzakje. Hier in de grot. Oké, misschien moet ik dat ook nog pakken of zo. Hier zo. Oh, wat is dit? Dat is van die witte wolf, denk ik. Dus iets wits en er staat ook nog eens een geldzakje bij. Daar moet ik dan toch iets mee? Maar wat? Wat moet ik ermee? Oh mijn god. Huid van een mammoet. Oké, ik kon dat dus gewoon kapot slaan. Huid van een das, huid van een jaguar. Oké, maar dat was niet wat ik nodig had. Ik dacht ik heb het gevonden. Maar nee. Wat is dit dan? Is vlees waarschijnlijk, ja. Oh, het begint frustrerend te worden, hé. Misschien heb ik wel de missie gewoon al voltooid of zo. Ja, weet ik veel. Ik weet het gewoon echt niet namelijk. Nou, laat ik maar gewoon weer daar naartoe gaan dan. En misschien zegt hij dan vanzelf wel dat ik weer het missiegebied verlaat of zo. Ik moet de witte wolf vinden. Ja, ik denk dat ik het al gewoon begrijp. Ik moet die witte wolf vinden. Maar ja, die witte wolf, daar heb je waarschijnlijk lokaas voor nodig. En hoe je dat lokaas gebruikt, dat weet ik niet. Snap je? Dat is het. Dat is het waarschijnlijk. Kijk, ik zie het wel bovenaan lokaas staan. Maar ja. Hoe doe ik dat dan? Hoe gebruik ik dit dan? Ik kan er ook gewoon helemaal niks mee. Kijk, als ik erop klik, gebeurt er niks. Dus ik zo doe, dus dat ik hem dan zeg maar pak. Dan gebeurt er ook niks. Je ziet het alleen rechts onderin staan. Maar hoe ik het gebruik is een vraagteken.
Ah, oké, okay. Ik heb het gegooid met RB. Ah, hier komt de wolf eraan waarschijnlijk. Ja. Oké. Okay. Maar dat is geen witte wolf, toch? Ontgrendel extra om het dier te temmen. Oké, okay, dan moet ik snel even iets ontgrendelen. Beesten en meestervaardigheden. Nee, die heb ik nog niet. Dus ik denk dat ik deze dan nog allemaal killen of zo. Ga ik er nog eentje gooien. Nou, net zo ik die witte wolf krijg. Is dat gewoon echt de bedoeling? Wat gebeurt daar dan? Ze zijn weer wolf aan het slachten, ik hoor het gewoon. Lekker, kill die kill maar. Oh shit. Ja, nu moet ik ook wel slachten. Hier is er één. Huppakee. Laters, laters. Maar, nu heb ik nog steeds niet wat ik wil. Want ik moet die witte wolf hebben. Oké, nou, ik ga maar weer terug. En ik ga kijken of ik daar nu wat goeds heb gedaan of zo. Of ik het misschien... Oh shit, dat wilde ik niet. Nee, laat mij gewoon met rust. Ik laat jou ook met rust, oké? Okay? Mooi. Want ik weet nu dus hoe ik dat lokhaas moet gooien. Maar ook dat werkte niet. Want er kwam gewoon een normale wolf op af. En er moet een witte wolf op af komen. Dus het gaat gewoon allemaal niet zoals gepland. Vind de leider van de wolven en tem het beest. Moet ik het nou gewoon opnieuw doen? Udam jagen op wolven. Ik moet ze stoppen. Ja, ik moet gewoon die Udam killen. Oké. Okay. Ik snap hem al. Wat een bullshit, man. Dat heb ik net toch ook al gedaan? Daar, Udamjagers. Nou, oké. Okay. Dan geven we hem gewoon een pijl door zijn kop. Ja, nou ga ik het niet meer stealthy doen, want dat heb ik al een keer gedaan. Huppakee. Geven we hem een pijl in zijn schouder. Nog een pijl. Dan is hij dood. En dan geven we jou nog een pijl. Huppakee. En dan zijn jullie allemaal dood. Nou, huppakee. Zo, daar ben ik helemaal klaar mee, jongen. Ik wil alles van jullie hebben. Alles is voor mij. Nee, niet in de fik staan. Dank u. Dit vuur gaan we even doven. Zo, en dan gaan we door. Ja, oké. Okay. Bloederige spoot afdrukken. Oké. Okay. Nou, dan gaan we hier naartoe. Dan gaan we hier naartoe. Ja. Komen we hier. Dit hebben we allemaal gezien. Ja, inderdaad. We beginnen steeds meer achter te komen hoe deze missies dus werken. Wolven dichtbij. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Lokaas in het temmen van beesten. Nou, hè, nu krijgen we iets wat we nog niet eerder hebben gezien. Oké. Okay. Maak lokaas via de wapencirkel. Daar zijn we inmiddels zelf al achter gekomen. Maar bedankt dat je het alsnog even vermeld. Hou LB ingedrukt en selecteer het lokaas voor meer informatie. Gooi lokaas met RB. Om beesten te lokken. Terwijl het dier het lokaas opeet, nader je hem langzaam en hou je vervolgens X ingedrukt om het beest te temmen. Druk op pijltje naar rechts om getemde beesten te bekijken. Alright. Wolvenleider. Die moet ik dus hebben. Ik kan dit beest temmen. Ik schrik weer aan. Witte wolf getemd. Holy shit! Wat ziek! Oh mijn god! Je kunt beesten bevelen. Je kunt je
bevelen is het. Je kunt je beest het bevel geven om een doelwit aan te vallen. Of om naar een locatie te gaan. Richt met LT en druk op RB om een bevel te geven. Zo. Als je beest gewond is, kun je hem genezen met vlees. Als je hem benadert door X ingedrukt te houden. Als je beest sterft, kan je hem bijbrengen via het menu beest of een nieuw duur... Als je beest sterft, kun je hem bijbrengen. Oké, via het menu. Of een nieuw dier zoeken om te temmen. Ja, oké. Nou, dames en heren, ik heb een wolf getemd. En natuurlijk gaan we hem ook een fucking naam geven. Want het is nu gewoon mijn wolf. Hij loopt achter me aan, het is gewoon mijn maatje. En hoe gaan we hem noemen? Dat is een goede vraag die jullie mogen beantwoorden in de reacties. Verzin een leuke naam voor mijn wolf, want dit is nu gewoon mijn beest. Mijn fucking huge ding. Kan ik er ook op rijden? Of kan dat niet? Nou goed, in ieder geval verzin lekker een naam en laat hem in de reacties weten. Want ik heb nu dus een wolf en het is echt fucking ziek. Oké, houd LT ingedrukt. Druk op RB. Ah, ik snap hem. Sick, man. Loop je nu ook achter me aan? Hallo? Weet je, kom eens hier. Kom eens hier naartoe. Goed zo. Alright. En ik wil jou nu ook... ik wil nu wat met jou kunnen. Wegsturen? Nee, joh. Ben je gek? Beest terugroepen. Ah, het is net als Pokémon. Als je gewoon je Pokémon terug wil, dan moet je gewoon je Pokémon in je Pokéball doen. En in dit geval is het dus ingedrukt houden en dan ga je het beest terugroepen. Oké, dat wil ik eens testen. Oh, dan komt hij gewoon naar je toe. Oké, het is duidelijk. Dan komt hij naar je toe. Kijk eens aan. Oké, het is helemaal duidelijk. Dood de Udam in de buurt. Ah. Waar zijn jullie dan, Udam? Finish jij hem maar, wolf. Ups. Holy shit. Holy shit. Oh, daar is er nog één. Waar dan, hè? Waar dan? Ups. Moet ik je genezen nu? Druk op pijltje naar rechts om naar het menu beest te gaan om te zien welke dieren je kunt temmen. Vanuit dit menu kun je een beest oproepen en je huidige beest terugsturen. Met sommige beestvaardigheden kun je nieuwe beesten temmen. Oké, het begint allemaal duidelijk te worden, maar ik wil jou nu wel gewoon eventjes genezen, want ik vind het zielig. Beestenmeester voltooid, huppakee. En nu kan ik hem dus blijkbaar ook gewoon aaien, mijn beest. Kijk. Ah, lieve hond, lieve hond, lieve wolf. Fuck, hey, dit is vet gemaakt. Wauw, dit is fucking vet gemaakt. Holy shit. Als je een vreugdevuur of een vijandelijke buitenpost claimt, ontgrendel je een nieuwe snelreislocatie. Zodat je sneller naar je gewenste locatie kunt gaan. Je kunt ook snel reizen naar je dorp om hutten te bouwen of verbeteren. Als je snel wilt reizen, druk je op select en selecteer je het menu kaart. Gebruik de linkerstick om een vreugdevuur, een buitenpost of je dorp uit te lichten. En selecteer volgens de optie om snel te reizen. Ja. Wat ik me nou afvraag, kan ik ook op dit dier reizen? Want ik weet dat dat kan. Even kijken. Vaardigheden. Nu temmen. Wilde honden, zeldzame wilde honden, wolven, witte honden en zeldzame streepte. Ja, tem ze met lokka's, oké. Ja, dit is allemaal om nieuwe dingen te temmen. Maar heb je ook een vaardigheid waardoor je op ze kan rijden? Nee. Ja, ik weet wel dat het kan, maar de vraag is alleen eventjes hoe dat dan moet. Pijltje naar rechts. Gewoon één keer pijltje naar rechts. Ja. En als ik wegsturen doe, dan weet ik dus niet waar die naartoe gaat. Oké. Maar goed, de wolf is nu dus van mij. En ik zie dat we nu ongeveer 30 minuten aan het opnemen zijn. Dus dat is prima om deze episode mee af te sluiten. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken in deze aflevering. Ik vond hem zelf echt super vet. Ik heb nu dus gewoon mijn eigen fucking wolf. Holy fuck shit.
Nou, daar ben ik echt super blij mee natuurlijk. Ik wil jullie allemaal weer heel erg bedankt voor het kijken. Laat nog even een blauw duimpje achter op mijn video. En abonneer op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En hopelijk check ik jullie weer bij de nieuwe video. Op donderdag GTA of Black Ops 3, zoals je misschien wel weten. En ja, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. Check even mijn social media. @Royalistic op Twitter en op Instagram. En tot de volgende video. Peace!